Wat ik bij veel scholen zie, is eigenlijk plekverwarring. Dus dat leraren op plek van directeur gaan zitten. Of dat er eigenlijk een soort van verwarring is over welke plek is van mij. Ja. De juiste plek innemen in een school, dat is een van de oorzaken van conflicten. Of het is te zeggen, niet de juiste plek innemen is een van de meest voorkomende oorzaken van conflicten. Tussen mensen onderling en tussen de leerlingen. Stel dat, het gaat weer over leiderschap, hè. Stel dat een leerkracht zich helemaal niet goed voelt. Hè. Laten we er een gewoon, je voelt zich misschien fysiek niet goed omdat ze een beetje ziek is of zo. Dan gaat een van de leerlingen, als dat wat lang duurt, gaat een van de leerlingen zeggen, ja, die is hier niet echt. Die geeft niet echt les. Ik ga die plaats overnemen. Ik ga hier vertellen wat er in de klas moet gebeuren. En dan krijg je grote problemen met klasmanagement. Krijg je ook problemen met leerkrachten die een burn-out krijgen. Een depressie krijgen. Niet meer aankunnen. Wat er dan gaat gebeuren is dat die leerling gaat gestraft worden. Maar degene die dat die aanleidt in de klas, die gaan er boos zijn dat die gestraft wordt. Die gaan nog meer onrust veroorzaken. Gaat de klas gestraft worden. Ja? En in wezen gaat het over dat het leiderschap hier niet werd opgenomen. Iemand ziet dat, er moet altijd een leider zijn. Dus die gaat die plaats innemen. En dat kun je vertalen naar elk niveau. Dat is ook zo in een vakwerkgroep bijvoorbeeld. Hè? Leerkrachten van hetzelfde vak. Maar iemand werkt er al 20 jaar, iemand werkt er 2 maanden. Iemand heeft een groot engagement, iemand heeft een klein engagement. Iemand loopt er de kantjes af. heb je allemaal in zo'n team. Hè? En dan kun je voelen als die plaatsen niet juist zijn, dat er heel veel conflicten in zo'n vakwerkgroep zullen zijn. Ja. Dat hebben we over laatst ook nog eens opgesteld. Dan niet voor een vakwerkgroep, maar voor een directieteam. De adjunct. En we zijn nog weer zorgleerkracht, denk ik, dat erbij was. En een tweede directielid die op pensioen ging gaan. En je zag die continu van plaats verwisselen en spelletjes spelen om de juiste plaats te vinden. En veel leerkrachten doen dat ook met directie. Als ze vinden... het is altijd gemakkelijk, hè, om vanuit de schoenen van de leerkrachten oordeel te hebben over wat de directeur doet. Ik ben zelf directeur geweest. Als je in de schoenen van een directeur staat, dat is een heel andere positie. Je hebt een heel andere blik. Veel ruimere blik ook dan van de leerkrachten. Maar toch zijn er veel leerkrachten die zeggen, ja, maar ja, je doet dat niet goed. Hè? Je moet dat zo doen. En nee, je moet dat zo doen. En die dat eigenlijk gaan overroelen en die plaats van de leerkracht, van de directeur, sorry, opzij duwen en datzelfde touwtjes in handen willen nemen. Dat gaat niet goed. Wat is best advies voor zo'n directeur als dat gebeurt? Want dat gaat ook heel over plek. Een opstelling daarover te doen. Ja. Want dan is er altijd emotioneel iets dat hij afleidt om zijn ware plek in te nemen. Hmm. Ja. Ik zeg nu elke keer zijn als directeur, maar ik kan even goed vrouwelijk zijn. Hè? Maar dat is eigenlijk niet één goed advies. Je moet dat uitzoeken, want het gaat over jou als directeur. Als dit gebeurt, dan neem je niet plek in. En dat is waarschijnlijk een verborgen iets. En daarvoor zijn opstellingen ideaal. Hè? Als je dan moet gaan uitzoeken en wat zou nu de reden kunnen zijn dat ik mijn plaats er niet kan houden? Wat moet ik nu allemaal doen? Doe een opstelling en kijk naar de onverwerkte emotie die daarachter zit. Laat die vrijkomen en ga voelen. Je gaat vanzelf bereid zijn om die plaats meer in te nemen. En, of je neemt ze helemaal niet meer in en vertrekt. Dat kan ook. Maar dan is het ook goed voor de school. Dat is het juist om te doen. Ja. Dat is ook juist, zowel voor de persoon als voor de school. Maar dan krijg je helderheid. En dat is wat opstellingen eigenlijk brengen. Zij brengen zo'n gigantische helderheid op zo'n korte tijd. Met maximaal rendement. Ja, geen minimaal rendement, maar maximaal rendement. Want de resultaten van een opstelling die ontvouwen zich gedurende maanden. Ja, er komen altijd nieuwe aspecten bij dat je ziet van, dat heeft nog altijd met die opstelling te maken. Ja, het is bijna alsof het een beweging is die in gang wordt gezet en die nog weken, maanden doorduurt. Ja. Ik vind dat ook het juiste woord. Ik ga nooit het woord oplossing gebruiken. Hè, want soms vraagt men, ik wil hier een oplossing voor. En dan zal ik eerder zeggen, je gaat een beweging krijgen. Alles komt in beweging. En wanneer heb je een probleem? Wanneer alles star is en vaststaat. Dus als je in beweging bent, dan ben je op weg naar een oplossende beweging. Ja, mooi. Ja. Ik heb een droom hierover. Mm-hmm. Over opstellingen in het algemeen
Niet alleen voor onderwijs, hè, ook voor heel de maatschappij, maar als we nu hebben het over onderwijs. Ik heb echt een droom dat scholen onderwijsopstellingen zouden gaan gebruiken als een beleidstool. Maar niet alleen directeurs, hè, of leerkrachten, maar ook ministers. Ja, dus de top, zeg maar, dat die zoveel mogelijk opstellingen gaan gebruiken als zij nieuwe plannen willen ontvouwen, om die plannen eerst te onderzoeken, hoe dat die zouden aankomen in de scholen, bij de ouders en bij de kinderen en bij iedereen die daarbij betrokken is. Want uiteindelijk, achter een directeur of directrice staat ook weer ja, een regering. Ja, en dat moet je ook niet onderschatten, want het effect van wat daar nog boven staat, sijpelt dan weer door naar directeur. Ja. Ja. En naar de leerkrachten. Ja. Alles is met alles verbonden. Ja. En dat zie je ook heel goed in zo'n opstellingen. Hè? Ja. Ja. Dat is een mooie droom. Heel ja, dat is een heel mooie droom. En dat gaat ook gebeuren. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Mijn ja, ja. Okay. En dat, als dat in de scholen gaat gebeuren, want de scholen zijn gigantisch belangrijk. Er wordt dikwijls negatief over scholen gesproken. Maar scholen zijn eigenlijk van primordiaal belang. En zouden eigenlijk, maar nu word ik een beetje politiek misschien, zouden eigenlijk veel meer centen nog moeten krijgen van het ministerie. Want daarin leiden wij de toekomstige bestuurders van landen op. En als die toekomstige bestuurders van landen goed in hun vel zitten, in evenwicht zijn, contact hebben met wie ze zijn als persoon, maar ook met hun zielenmissie, en beslissingen nemen die een win-win situatie zijn voor iedereen, dan krijgen wij op zeer korte tijd een andere maatschappij. Ja, dat zie ik ook. Ja. En dat is echt, echt mijn doel, om zo voor die opstellingen te gaan. Mooi. Ja. Dankjewel.